Gunter Neefs, jij bent bij 10 uur te zien met zomerse dag. En ik heb me laten wijsmaken, omdat jij hier vandaag bent, dat het mooiste weer is van alle opnames. Dat zou kunnen kloppen, Peter. En dat komt natuurlijk ook omdat ik afkomstig ben van Mechelen. Wie woont er nog in Mechelen? Frank de Bozere. Hij heeft ervoor gezorgd. Had jij het besteld? Natuurlijk niet, maar het komt goed uit. Ik ben super blij. Zeg, met zomerse dag heb jij een mooi zomers nummer te pakken. Eigenlijk ook een hitje. Van wie is het nummer? Heb je het volledig zelf gemaakt? Ik heb het zelf geschreven, althans de muziek. Maar de tekst is van Belinda Meuldijk. Maar het straffe van het verhaal is, ik kom hier vandaag met een andere single, een nieuwe single die maar eerst in eind augustus gaat uitkomen. En dat is getiteld Wervelwind en geschreven door Jan Leijers en Frank van der Linden. En dat is een heel andere song, maar ja, oké, de wervelwind is achterwege gebleven. Gelukkig maar, hè, maar we hebben al wat gehad de afgelopen zomer en in het Mechelse zeker. Ja, ja, dat, amai, daar is de wervelwind zeker vast langsgekomen. Dus nee, maar ik ben ook blij dat ik met fantastische muzikanten mag staan hier nu. Want wie heb ik allemaal bij? Ben Krabbe, Jan Houtenkiet, Bert Embrechts op de bas en Philip Bollaert op gitaar en Karen Iperman, backing. Dus dat is zo een zootje van alles en die wou dat heel graag doen. Ben ik geweldig blij mee. Ben Krabbe heeft nu toch niks te doen, hè? Het is toch geen blokken? Voilà, dus die lag even stil en die is nu mosselen gaan eten. Ben jij geen mosselliefhebber? Ja, absoluut wel. Absoluut wel. Ja, jij bent hier interviews aan het geven, dus... Dit gaat voort. Voilà. Is het voor jou een drukke zomer? Ja, enorm. Ja, we hebben echt heel veel optredens. Er zitten ook wat parkies bij. En ja, we zijn nog goed bezig tot eind van augustus. En dan beginnen de culturele centra terug. En het stopt niet, maar leuk. Dus weer geen vakantie deze zomer? Ja, ik ga toch nog even 4 dagen weg nu. Maar heel kort. 4 dagen? Naar waar? Naar Spanje. Dat is goed, hè? Ja. Dus zon bijna gegarandeerd.